Henk Nijhoff, 12 jaar lang wethouder van Hengelo. 6 jaar lang partijvoorzitter van GroenLinks. Dus bij uitstek de man die ons kan uitleggen waarom de formatie toch weer is vastgelopen. Dat is uiterst teleurstellend. Ze balen er zelf ook van. Het was al de tweede keer dat de vier politieke partijen met elkaar spraken over samen regeren. Maar je kunt het al een beetje zien aan hoe ze hier door de tuin lopen. Het is mislukt, omdat hun plannen te veel van elkaar verschillen. Ja, te veel verschillen dus. Daarom loopt het uiteen. Voordat we het over de inhoud gaan hebben, Gonnie, jij maakte al dit gebaar met de handen in de zakken. Met de handen in de zakken en Pechtold met de handen in zijn, achter zijn riem. Ja, etiquette-wise is dat Nee. Van de week verscheen ook deze foto op Twitter. Daarbij het prachtige bijschrift... de nieuwe boyband No Direction. Ja, het is inderdaad wel een beetje een soort van clubje jongens. Maar toch gaan ze rollenballend over straat. Hoe kan dat nou? Nou ja, de verschillen zijn natuurlijk gewoon heel erg groot. Ja. Dat zijn vier partijen die, waar in ieder geval GroenLinks nogal afwijkende standpunten heeft op een heel aantal belangrijke thema's. Ja. Van in ieder geval twee van de andere drie partijen. Iets dichter bij D66 staat. Maar onoverbrugbaar. Dat maakt dat, onoverbrugbaar, dat wil ik niet zeggen. Maar het wordt wel heel moeilijk en het is ook vanaf het begin helder en duidelijk geweest, al na de verkiezingen duidelijk, dat het heel moeilijk zou worden om een kabinet te vormen. En dat werd het ook. GroenLinks krijgt nu ongelofelijke veeg uit de pan overal. Gisteravond bij Jinek zat Jesse Klaver, krijgt veel kritiek. Uw partij ook. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het niet terecht. Uiteraard vind ik het niet terecht. Hoef ik ook niet te vragen eigenlijk aan GroenLinks. Nee, maar ik toch. Ben ook volstrekt objectief daarin. Nee, kijk, je begint met z'n vieren aan een verhaal. En je probeert er met z'n vieren uit te komen. Ja. Je weet ook alle vier dat het heel erg lastig en ingewikkeld zal worden. Men heeft het al eerder geprobeerd. Ook dat is mislukt. Dan moet je niet gek staan te kijken. Als het op dit belangrijk, voor ons heel belangrijke principiële thema, als het daar fout loopt. Maar moet je dan ook niet gek staan te kijken als partij dat dan alle kritiek op jullie bordje komt? Ja, ik snap wel dat dat gebeurt, want zo werkt dat in de politiek. Hè. Dan gaan de spindokters aan het werk en die gaan... Is dat het werk van spindokters? Ja, de spindokters gaan dan framen dat het die ene partij is. Hè. Want je zag ook bij de televisiebeelden dat Jesse wegliep en dat Rutte de andere twee terugriep. Het is maar net wel een beeldje uitkiest natuurlijk. Of ze met de handen in de zakken zijn. Toen begon de spin al. En je krijgt dan gewoon dat die spindokters aan het werk gaan en gaan roepen van... we waren eigenlijk al heel erg ver en het ging eigenlijk nog maar om zo'n klein stukje. Ja. En dan denk ik van ja, als het nog maar om zo'n klein stukje gaat en als het maar een klein dingetje is, hè, wat de premier zei, wat Rutte zei. Dan denk ik van dan is het toch ook van de andere kant niet zo ingewikkeld. Overbruggen. Klein dingetje is het dus blijkbaar ook niet. Om water bij de wijn te doen. Er is al veel water bij de wijn gedaan. En, om al een beetje te starten op de duurzaamheid. Ja, maar daar is niet voor gekozen. Nee. De formateur heeft er, of de informateur moet ik zeggen, heeft ervoor gekozen om eerst deze hobbel te nemen en dan over andere dingen te praten. Moeten stemmers in Overijssel nu, GroenLinks stemmers in Overijssel, ook een beetje teleurgesteld zijn? Dat niet? Ik denk dat iedereen teleurgesteld is dat het niet gelukt is. Dus zeker mag je teleurgesteld zijn. Ik had ook gehoopt dat ze eruit waren gekomen. Ja. Maar er zit inderdaad, wat mij betreft, een ondergrens aan wat je nog acceptabel vindt als partij. Ja. Maar voor ons is dit een hele ondergrens. Ja, maar ook, waar zit het nou, dat vraag ik me ook als burger af, waar zit het nou precies op vast? Het is nu de tweede keer dat over migratie wordt gesproken. Ja. Cenk Willink heeft kennelijk ook goed geluisterd aanvankelijk, heeft daar een voorstel voor gedaan. Dus als inwoner van Nederland vraag ik me af van, waar zit er nou exact het verschil? Weet u dat? Nou, ik zat er natuurlijk niet bij. Nee. Tegenstelling tot 6 jaar geleden zat ik er wel bij, maar dit keer niet. Waar het exact op vast zit, is dat er een papieren werkelijkheid is. Dat is de werkelijkheid die Cenk Willink op papier heeft gezet. Mag dit juridisch allemaal? Dus dat heeft hij laten uitzoeken. Het mag. En de praktijk van alle dag. En dan zie je dat er wordt gerefereerd aan het Turkije-deal. Dus die Turkije-deal, dat zou het moeten zijn. Het voorbeeld van hoe het ook verder zou moeten. Ja, en daarvan hebben wij gezegd, dat is voor ons onacceptabel. Overigens hebben ook D66 en ook het CDA een jaar geleden gezegd dat deze Turkije-deal geen succes was en dat die ingetrokken zou moeten worden. Ja. Dus maar zou dan ook niet veel meer
juist om elkaar te vinden, dan die feiten een rol zouden moeten spelen. Waarom zouden ze bijvoorbeeld niet met elkaar kunnen afspreken? Wij willen een scherpe foto van de werkelijkheid. Dus we toetsen inderdaad aan allerlei overeenkomsten die internationaal zijn afgesproken. Maar we kijken ook naar die werkelijkheid, want ik denk dat er geen Nederlander op zijn geweten wil hebben dat wij... Maar dit wat u nu zegt is ook eigenlijk het argument van GroenLinks, toch? Het is precies ons argument dat er dus niet naar die werkelijkheid, maar wel naar die papieren werkelijkheid is gekeken. Maar men kan toch afspreken om alsnog naar die werkelijkheid te gaan kijken? Dat is dus gevraagd door GroenLinks. We hebben een aantal mensen in de partij, Tineke Strik in de Eerste Kamer en Katelijne Buitenweg in de Tweede Kamer, die op dit dossier heel erg goed ingevoerd zijn. Als je vraagt aan experts op dit terrein, internationale rechtsdeskundigen die al die verdragen goed kennen en hun reacties leest, wij vinden heel begrijpelijk dat GroenLinks hier niet mee akkoord kan gaan. Een soort van morele ondergrens, niet samenwerken. Het is de morele ondergrens. En Erdogan. En we hebben dus gezegd, kijk nu hoe het in de praktijk werkt. En dan zie je dat er ongelooflijk weinig vluchtelingen vanuit Griekenland door Nederland worden opgenomen. Overigens niet alleen door Nederland, maar ook door Europa. Dat het feitelijk een failliete regeling is, de Turkije-regeling. En dat de vluchtelingen in Turkije en in Griekenland onder erbarmelijke omstandigheden worden opgevangen. Dat willen wij niet voor onze rekening. We moeten even vooruit gaan kijken, sorry. Want ja, we kijken even naar Nederland. Ja. En nu vooruit kijken, PvdA. Ik heb geen idee. Minderheidskabinet. Iedereen wil rode oortjes van het bellen. Minderheidskabinet. ChristenUnie is mogelijk. Heel erg onmachtig in deze situatie. We hebben verkiezingen gehad. Ja. Ik denk dat er een grote verantwoordelijkheid ligt als het gaat om de grote vraagstukken, waarvan migratie er één is. Ja. Maar als het gaat om onderlinge binding in de samenleving is het ook belangrijk. Hoe we economisch ons gaan ontwikkelen is ook belangrijk. Dus ik vraag me af, zeg maar, hoe lang klimaat. Klimaat is ongelooflijk belangrijk. Hoe lang kunnen we het ons permitteren om in deze onmachtige houding voor te gaan? Ja, nou ja, ondertussen gaat het economisch geweldig goed, hè? Want we hebben 2,5% economische groei. Dus het is natuurlijk ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid altijd, hè? Dat is wat GroenLinks op dit moment zegt. Die kaart de bal terug en die zegt, jullie kunnen wel de Zwarte Pietenkaart bij ons neerleggen. Praat ook even als inwoner. Ja, dan zeg burger. Dan wil je ook dat het bestuur op een betrouwbare wijze wordt uitgeoefend. Ja. En ja, wat doet dit met het vertrouwen in de politiek? Dat weet ik niet. Kijk, als je je principes verloochent, de Partij van de Arbeid heeft gemerkt hoe dat werkt. En je gaat in een kabinet zitten. Dan word je afgestraft. Daar niet alleen keihard op afgestraft, maar dan wordt de politiek ook weggezet als onbetrouwbaar. Want je levert zomaar al je beloften in. Nou, ik vind wel dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat vind ik wel weer een pluspunt. Nee, maar dat hebben ze niet kunnen verzilveren in ieder geval. Ik heb het ook niet alleen over GroenLinks. Hè. Kijk naar alle partijen. Ja. En dat je elkaar op voorhand al gaat uitsluiten. Zonder echt het inhoudelijke gesprek te voeren. Ja, dat vind ik ook geen toonbeeld. Dat hebben we in ieder geval dames en heren, we gaan hier niet uitkomen. Ja. Wij niet hier aan tafel. En daar in Den Haag helaas ook nog niet, vooralsnog. We gaan afwachten dat het lang gaat duren.